Goedemorgen, goed dat je weer kijkt naar een nieuwe video voor de Bitcoin Koers. Ik ben de Bitcoin Consultant en deze video is voor bitcoinmagazine.nl. Overigens is dit allemaal educatief van aard en geen financieel advies. Nou, het is inmiddels weer een nieuwe week. Dat betekent dat we weer wat meer kunnen zeggen over de candlestick van vorige week. En als we meteen naar de grafieken gaan kijken, hier zien we dus dat de koers eigenlijk nadat het uit een falling wedge naar boven is gebroken, eigenlijk weer terug is gezakt. En het lijkt ook steeds natuurlijk meer op dat we dan in een neerwaarts kanaal zitten, waar de koers binnen beweegt. En als we even kijken naar de grafiek en de candlestick van vorige week, zien we dat hij dus hartstikke bearish is. En in zijn rampage een heleboel weerstandpunten, of ik bedoel, sorry, supportpunten uit de weg heeft geruimd. Waaronder de 100 weekly moving average, deze donkerpaarse lijn, de 50 weekly moving average, deze lichtpaarse lijn, de 0,618 Fibonacci niveau, waar iedereen eigenlijk wel had verwacht dat het stand zou houden, is uit de weg geruimd. En na de wekelijkse close zien we dus eigenlijk dat de koers verder is gezakt. We zien dat de candlestick vorige week net voor het sluiten boven deze 6800 dollar grens heeft kunnen houden. Een lijn die ik zelf zag als een sterke support. Maar net nadat de koers een nieuwe candlestick voor deze week had geopend, is de koers eigenlijk daar meteen weer doorheen gezakt richting de onderkant van deze richting de onderkant van het neerwaartse kanaal. En op de wekelijkse grafiek ziet hij eruit alsof hij daar nog support houdt. Maar als we verder inzoomen op de kleinere timeframes, dan zien we dus dat de koers daar eigenlijk al doorheen is gezakt. En dit is een flinke smak die de koers heeft gemaakt. Het is in principe even kijken, zo'n bijna 20% gezakt vorige week. Dat is 1/5 van de prijs en dat is natuurlijk best wel flink. Dus iedereen is ook bearish op dit moment en ik begrijp ook wel goed waarom. Als we verder inzoomen op de dagelijkse grafiek, dan zien we dus het neerwaartse kanaal, waar de koers inmiddels uit is gebroken vandaag, eigenlijk in een paar uur tijd. En gezakt is tot op de 6500 dollar. Dwars door dus de 6800 dollar grens, wat eigenlijk een sterke support zou moeten zijn. Maar daar is de koers gewoon doorheen gegaan. En we zien dus ook, de koers die blijft maar zakken. En ik zei vorige week, of in mijn geschreven analyse afgelopen zaterdag, dat de kans groot zou zijn dat de koers zou gaan bouncen, oftewel een lichte stijging zou hebben, omdat de RSI oversold is. En als we kijken naar de RSI, is de RSI inmiddels ook verder gezakt sinds vorige week zaterdag of vrijdag, tot op een ander supportniveau die hier zo ligt. En betekent dat nou dat we hier de ommekeer gaan krijgen? Nou, nog niet meteen. Want we zien ook dat de koers eigenlijk nog verder kan zakken dan dat. Sorry, de RSI kan nog steeds verder zakken. Want die is in, even kijken, november 2018. Overigens, vorig jaar november was het ook slecht met de koers. Is dat toeval dat dat nu weer zo is? Wie zal het zeggen? Maar de koers kan in ieder geval nog verder zakken. De RSI kan nog verder zakken. Waarbij de koers eigenlijk ook nog verder kan zakken. En waar ligt nou echt het support? Waar kunnen we nou een omkerende koers verwachten? Nou, ook in dit geval blijf ik zeggen, de RSI is flink oversold en ook de RSI kan verder zakken. Toch denk ik dat de koers binnenkort een bounce moet hebben hier. En daarbij kan de koers nog wel verder zakken tot op de 6200 dollar grens, wat ook een support point is. En veel mensen verwachten eigenlijk dat de koers doorgaat naar de 6000 dollar. Persoonlijk denk ik dat de 6000 dollar eigenlijk niet zo'n hele sterke support zal zijn. Want wat we voorheen zagen toen de koers eigenlijk hier naar boven steeg, iedereen had eigenlijk verwacht dat de koers een tijdje in ieder geval bij de 6000 dollar psychologische grens zou blijven staan. Maar de koers is er eigenlijk keihard doorheen gegaan door naar boven. Dus in principe verwacht ik eigenlijk dat de koers of stand houdt hier rond deze box tussen de 62 en 6400 dollar. En als hij daar doorheen zakt, verwacht ik eigenlijk dat hij ook gewoon door de 6000 dollar zakt, door richting de 5500, waar het volgende support point ligt. En ik val een beetje in herhaling, denk ik, maar de koers, ja, die blijft gewoon belangrijke supportpunten breken. En ik heb eerder gezegd, dat is do or die, maar op dit moment lijkt het erop alsof de koers verder wil blijven zakken. Want als we ook verder inzoomen op de kleinere timeframe naar de 4 uur grafiek, dan zien we dus dat de koers die blijft maar zakken. En vorige week was er een potentiële ommekeer, een bodem gevonden, maar die is geïnvalideerd. De koers die zakte tot op de 6800 dollar, is toen naar boven gebounced. En ik had gehoopt dat hier een trappetje omhoog zou gaan, een uptrend. En die leek eerst te ontstaan, de koers is stand blijven houden boven deze groene box. Is vervolgens omhoog gestegen verder, maar heeft hier geen high-high weten te maken. Kwam daarbij in een evenwichtpatroon en is uit dat evenwichtpatroon verder naar beneden gezakt.
We zien hier dus ook net na de candle close van vorige week is de nieuwe candle week gestart. En die was bearish, dus we zijn meteen naar beneden gegaan. En nu zijn we onder dit kanaal beland. Maar dat hebben we vaak gedaan. En het kan goed zijn dat hier een reversal komt, dat de koers toch weer te boven komt. En dat hij op de daily eruit ziet als een wick. Dat is in ieder geval nog even afwachten. Op dit moment ben ik bearish en blijf ik ook bearish. En zie ik dat de koers eigenlijk, ja, er zijn nog geen punten te herkennen in de grafiek. Geen prijsniveaus, ommekeerpunten, bodemingspunten. Dat de koers hier eigenlijk de bodem heeft gevonden. En eigenlijk denk ik ook, zolang de koers niet boven deze 12 EMA weet te komen, deze blauwe lijn, dan blijven we in die downtrend zitten en gaan we verder naar beneden. En daarbij is dus de 62 tot 6400 dollar voor mij een belangrijk support. En als die breekt, dan verwacht ik eigenlijk dat we ja, vrij snel doorzakken naar de 5500 dollar grens. En zoals je eigenlijk ziet, ik zal nog even de daily er ook bij pakken. Eigenlijk alle timeframes vanaf de daily en lager. Dus hier zien we dat de RSI oversold is. De 4 uur die is oversold. We zien eigenlijk ook hè, dat de 1 uur is ook oversold. Alle timeframes zijn oversold. Dus een bounce die zou snel moeten gaan komen. Maar op dit moment lijkt die er nog niet te zijn. Dus we houden, ik hou in ieder geval vooral deze 6200 tot 6400 dollar supportniveau in de gaten om te kijken of daar de bounce gaat optreden. En als die breekt, dan zie ik dus eigenlijk wel gebeuren dat we nog verder doorzakken. Nou, dit was het einde van deze video. Kijk morgen weer om te zien wat er nou met de koers is gebeurd. Hebben we hier stand gehouden of gaan we door naar die groene box? We zien het morgen.